En welkom bij deze nieuwe video. Welkom bij deze super duper roze video. Ik weet niet waarom ik weer alles in roze heb gedaan, maar jullie weten hoe ik ben. Ik moet altijd alles matchen met alles. Maar goed, het gaat vandaag niet over de kleur roze. Ik ga het vandaag hebben over een heleboel beauty producten die ik heb opgemaakt. En dit zijn dus echt beauty producten. Dus echt van alles. Make-up, voor de haren, bruiningscremes, echt gewoon van alles. En ik ga jullie vandaag laten zien wat ik er allemaal van vond. Dat ik het opmaken houdt niet in dat ik het ook echt goed vond. Meestal wel, maar af en toe niet. Dit soort video's maak ik heel vaak. Ik verzamel gewoon heel tijd alles wat ik heb opgemaakt. En als ik een goede hoeveelheid heb van producten, dan maak ik weer zo'n video. Dus als je dit soort video's leuk vindt, laat het me weten beneden in de reacties. Want dan blijf ik ze maken. En als je ze niet leuk vindt, laat het me dan ook weten. Want dan stop ik ermee. Maar ik vind dit soort video's altijd heel leuk om te kijken. Dus ik dacht, ja, dan is het ook gewoon heel leuk om ze te maken. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Pak er iets lekkers bij en kom lekker luisteren naar al mijn gebrabbel over al deze opgemaakte producten. Vind je het nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, laten we gewoon gelijk ingaan met iets voor het lichaam. Van L'Occitane heb ik de Nerolais en Orchidée Douche Gel. Deze is dus helemaal op, zoals je kunt zien. Ik vind het ook altijd zo satisfying als iets helemaal opgaat. Dit heb ik dus gebruikt om mijn lichaam te wassen in een douche. En hij is amazing. Ik had hem ontvangen in PR. Het was een set met ook een body lotion. Die is nog niet op. Die is wel bijna op. Maar deze is dus sneller opgegaan omdat ik hiervan echt meer gebruik. En I love it. De geur is echt super lekker en niet te intens. Je wordt er niet misselijk van. Weet toch, af en toe heeft iets zo'n heftige geur dat je er gewoon misselijk van wordt. Dat heeft hij niet. Ik vond hem echt heel erg fijn. I love it. Hij maakte mijn huid ook heel mooi zacht. Ik raad hem zeker aan. Van Clay & Glow heb ik hier een toner. Dit is het eerste product van Clay & Glow die ik niet zo fijn vond. Ik vond sowieso dit ding niet fijn. Er kwam amper iets uit. Je moet het zo indrukken met een wattenschijfje. Er kwam amper iets uit. Dus elke keer als ik hem ging gebruiken, dan maakte ik hem gewoon helemaal zo open. Ik heb hem wel helemaal opgemaakt omdat ik echt zeker wilde weten wat ik ervan vond. Maar vergeleken met de toners die ik normaal gebruik, vond ik hem gewoon niet zo fijn. Ik vond hem niet fijn op de huid. Ik had niet echt het gevoel dat het iets deed. Dus ja, dit is echt letterlijk het eerste product van hun dat ik niet zo fijn vond. Oh, ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb deze matte liquid lipstick op van YouStar in de kleur 01 Wild Rose. Next up is tandenpasta. Heel random. Sensodyne tandenpasta. Ik ga dit verhaaltje ook niet al te lang maken. Geweldig. Als jij gevoelige tanden hebt, net als ik, gebruik dit. Het helpt echt de gevoeligheid te bestrijden. En ik merk echt verschil. Ik was er ook eventjes mee gestopt en ik merk tegelijk dat mijn gebit weer super gevoelig werd. Ja, nogmaals, ik gebruik alleen maar Sensodyne. I love it. Next up is een fixing spray van Revolution. De Strawberry Sizzle Makeup Fixing Spray. Als je iets zoekt wat jouw huid intens hydrateert, dan is dit jouw fixing spray. Het heeft wel echt een hele, hele heftige geur. Het ruikt echt naar aardbei. To the max. Als je daar niet van houdt, zal ik hem niet halen. Hij ging best wel snel op, want het is ook niet heel veel. Ik vond hem gewoon heel fijn voor hydratatie. Voor de rest, het deed niet veel voor make-up. Dus echt alleen maar voor hydratatie. Van de Kruidvat Naturals line heb ik deze Hydrating Eye Make-up Remover. Deze is dus ook helemaal op. Er zit nog maar een heel klein beetje in, maar dat gaat niks meer doen voor mijn ogen. Deze vond ik heel fijn. Ik heb altijd best wel gedoe als het gaat om een oogmake-up remover. Omdat ik altijd best wel veel oogmake-up op heb, haal ik die er echt altijd apart af met een waterproof oogmake-up remover. Ik wissel ook heel vaak van product omdat ik gewoon heel tijd weer iets anders zoek. Deze was echt heel fijn. Als je gevoelige ogen hebt, je gaat hem echt heel fijn vinden. Ik heb heel veel verschillende oogmake-up removers gebruikt. En dit was echt een van de fijnste, want hij is niet zo agressief. Hij is super zacht. Hij irriteert helemaal niet. Ik vond hem echt heel fijn. En daarom raad ik hem ook gewoon echt aan. Jongens, ik ga er vandaag echt lekker snel doorheen. Dan heb ik hier een concealer van Zoeva. Hoe heet deze concealer? Authentic Skin Perfector Retouch Concealer. Ik heb hem in de kleur 100 Destiny. Hij was oké. Ik heb hem dus echt helemaal opgemaakt. Hij lijkt nog vol, maar dat komt gewoon omdat er hier gewoon allemaal concealer op de randen zit. Maar hij is echt gewoon helemaal leeg. Ik heb hem opgemaakt omdat ik gewoon op een missie ben om make-up op te maken. En ik me gewoon heel tijd op een aantal producten richt. En dan gewoon die heel tijd gebruik totdat ze op zijn. En dat had ik ook gedaan met deze concealer. Ik raad hem niet per se aan. Het is ook geen slechte concealer, maar ik heb er echt een heleboel die echt beter zijn, die meer betaalbaar zijn. Het was gewoon oké, maar niet echt dat ik echt iets had van, wauw, deze concealer moet je echt hebben of moet ik echt hebben. Dus hij was oké. Ik heb hem gewoon snel opgemaakt, maar ja, ik zal hem niet meer opnieuw kopen. Van Clarins heb ik hier deze UV Plus zonnebrandcreme. Deze is echt geweldig. Hij is helemaal op. Ja, je kunt het niet echt zien, maar hij is echt helemaal op. Ik vind de verpakking ook heel leuk dat dit zo rond is. Deze gebruikte ik als gezichtszonnebrandcreme. Daar is je ook gewoon echt
echt voor, volgens mij. SPF 50, dus deze gaat je echt volop beschermen. En ik vond hem echt heel fijn. Ik heb hem heel snel opgemaakt. Ik bracht hem gewoon altijd aan op mijn gezichtscreme. En ik vond hem echt gewoon heel erg fijn. Hij maakte mijn gezicht ook niet wit. Ik maakte ook gewoon foto's. En mijn gezicht was niet helemaal zo wit. I love dit. Echt een hele fijne zonnebrandcreme. Next up is deze haarmousse van Yari Green Curls Mousse. Deze is echt heel fijn. Hij is echt helemaal leeg. Ik weet niet of je het kunt horen. Maar hij is echt helemaal leeg. Super, super duper fijne krullenmousse. Ik had hem ontvangen in PF van Kruidval. Daar is hij ook gewoon te koop. Hij is niet al te duur. I love it. Ik wijk eigenlijk nooit af van mijn John Frieda mousse. Maar ik dacht, omdat ik hem had ontvangen in PR, laat me hem gewoon proberen. En ik vond hem echt fijn. I love it. Hij is ook CG approved. Dus iedereen met krullen kan hem gebruiken. Niet al te duur. Ik zou zeggen, probeer hem. Hij is ook heel lichtgewicht. Dat vind ik heel fijn. Want mijn krullen zijn heel lang. Dus ik gebruik geen zware producten. Ik vond hem echt heel fijn. Ik ben er blij mee. Oké, iets hier heeft gelekt. Echt alles is vies. Maar in ieder geval, het tweede product is deze Bondi Sands Aero Ultra Dark Self Tanning Foam. Jullie weten van mij, ik gebruik altijd een zelfbruiner. En Bondi Sands is echt mijn ding. Deze had ik... Heb ik hem ontvangen in PR? Of ik heb hem ontvangen in PR of ik heb hem gewoon gekocht. Want ik ontvang af en toe ook PR van hun, maar meestal haal ik het gewoon. En ik heb Ultra Dark. Ultra Dark is echt Ultra Dark. Dat kan ik jullie wel vertellen. Als je niet te donker wilt zijn, haal dan gewoon Dark. Ik ga ook weer gewoon terug naar Dark, want dit was een beetje too much voor in de winter vooral. Misschien wel voor in de zomer, maar voor in de winter, ja, ik vond mezelf toch net iets te bruin. Maar ik vond hem wel heel fijn. Elke Bonnie Sands zelf bruiner mousse die ik heb gebruikt, vind ik allemaal fijn. Ze hebben een hele mooie olijf ondertoon. Ze zijn makkelijk in te smeren. Ze geven niet af. Ze vlekken niet. Ik heb er echt niks slechts over aan te merken. De prijs-kwaliteit verhouding is ook heel goed. Je krijgt lekker veel. Je kunt hier echt heel lang mee doen. I love it, jongens. En het ruikt naar kokosnoot. Dat is niet per se een geur waar iedereen van houdt. Mijn zus bijvoorbeeld vond het niet per se lekker ruiken. Ik vind de geur wel gewoon oké. Wel moet ik zeggen dat de geur eigenlijk gewoon weggaat als je het eraf was. Dus ja, let niet al te veel op de geur. Maar deze raad ik echt zeker aan. Dan heb ik hier van Urban Decay de All Nighter Ultra Glow Setting Spray. Helemaal leeg weer. Ik hoop dat je het kunt horen. En dit is de Ultra Glow. Dus die geeft een glow op je gezicht. Elke all-night spray van Urban Decay is gewoon fijn. Ik heb ze allemaal. Ik heb de normale, ik heb de matte versie en ik heb de glow. De glow is al opgemaakt. Want ik hou van de glow. Die matte gebruik ik niet heel vaak, want ik heb een droge huid. Maar dit laat je make-up echt langer zitten. Investeer in een goede setting spray. Als je er wat geld voor over hebt, dan zou ik zeker de all-night setting sprays van Urban Decay halen. Ze zorgen er echt voor dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. De spray is ook gewoon echt heel fijn. En ze gaan relatief lang mee. Dus ja, I love it. Deze glowy versie vond ik echt heel fijn. Dan heb ik hier een gezichtsmaskertje van de Body Shop. De Larifying Polishing Mask. Helemaal opgemaakt. Dit is de kleine versie. Ik heb hem nog vanochtend gebruikt toevallig. Ik heb hem vanochtend opgemaakt. Dus dat kwam goed uit. Want ik ging vandaag de video maken. Jongens, hij ruikt echt heerlijk. Dit is echt een super, super fijne gezichtsmasker. Het reinigt je huid echt intens. Het geeft een mooie glow aan je gezicht. En er zitten van die scrubkorreltjes in. Dus je kunt ook gelijk je gezicht scrubben. Wanneer ik het eraf haal met zo'n gezichtspad, scrub ik het ook gewoon zo in. En dan heb ik ook gelijk mijn gezicht gescrubbed. Het ruikt ook echt heerlijk. Het enige wat ik minder vind hieraan is dat je best wel veel product moet aanbrengen om je hele gezicht onder te krijgen. Dus dit gaat echt best wel snel op. Wel moet ik zeggen, ik heb de kleine pot, maar ja, ook al heb je de grote, als je gewoon veel product moet gebruiken, gaat het gewoon snel op. Maar al met al is het echt een heel, heel fijn gezichtsmasker. Ik zou hem zeker halen. Je kunt ook gewoon het kleine potje halen als je hem eerst wilt testen, voordat je echt commit aan de grote pot. Deze is echt amazing. I love it. Dan iets wat ik heb opgemaakt is mijn Queen Tarsi wimperlijm. Dit is letterlijk de enige wimperlijm die ik gebruik. Dit is de Brush On. Ik heb ook alweer een andere. Want deze echt, ik heb er echt al 20 opgemaakt of zo. En ik overdrijf niet. Ik heb hem helemaal opgemaakt. Er zit echt bijna niks meer in. En deze is dus weer nieuw. Deze gebruik ik nu. Ik vind ze zo fijn. Want ze hebben ook zo'n kwastje. Dus je kunt het zo makkelijk aanbrengen op de wimpers. Dit is hun normale. Die is ook wel fijn. Maar ja, ik vind het niet zo fijn dat dit geen kwastje heeft. Kijk, dit moet je gewoon zo indrukken. En dan komt het er gewoon zo uit. Maar omdat je het dus indrukt, spuit ik er zo vaak te veel uit. En dan verpest ik de hele wimper. Dus ik vind zo'n kwastje echt veel beter. Dit is de zwarte. Maar je hebt ze ook in de witte versie. Ik hou van de zwarte. Dit is letterlijk de enige wimperlijm die ik gebruik. En je hoeft niet te lang te wachten, want je kunt hem gewoon basically binnen 10 seconden aanbrengen. Er staat online dat je hem gelijk kunt aanbrengen. In mijn ervaring
is dat niet het geval, maar wel echt heel snel. Echt letterlijk 10 seconden of zo en ze zijn al gewoon klaar om op te plakken. Terwijl bij de meeste wimperlijms moet je echt een minuut wachten voordat het is opgedroogd. Dus dat vind ik ook heel fijn hieraan. En last but not least, de NYX Brow Pen. De Lift and Snatch Brow Tint Pen. Deze heb ik in de kleur black. En dit is dus zo'n wenkbrauwpen. Hij is op, maar ik kan nog wel swatchen, denk ik. Ja. Deze is zo fijn. Je kunt allemaal zo van die mini haartjes maken hier zo in het begin van je wenkbrauw. Echt, I love it. Ik had zo'n pen ontvangen van Urban Decay in PR. Ik had die helemaal opgemaakt, want ik vond hem zo fijn. Maar ik vond hem een beetje aan de dure kant. Vooral als het gaat om wenkbrauwproducten, daar ga ik echt doorheen als water. Dus ik wil niet elke keer een hoog bedrag moeten betalen. Dus ik zocht zoiets, maar dan in een meer betaalbare versie. En ik heb hem echt gevonden. Deze van NYX is echt geweldig. Het lijkt gewoon alsof het goede echte wenkbrauwhaartjes zijn. I love it. Oké, mensen, dit was het dan. Dit waren alle beautyproducten die ik de afgelopen tijd heb opgemaakt. Er zaten een aantal producten bij die ik niet per se meer zou aanraden, maar al met al het meeste wel. Dus dat is fijn. Laat me weten wat je van de video vond. Ik hoop dat jullie je weer hebben vermaakt vandaag. Let me know beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. Als jullie een van deze producten ook hebben, let me know wat je ervan vindt. Daar ben ik ook altijd heel benieuwd naar. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!